Ik ben Manuela Consalves Tavares. Ik ben creatieve maker en horeca-ondernemer. Ik ben als 14-jarige begonnen in Franse keukens. Maar toen ik wat ouder werd, dacht ik, ja, ik zou ook wel graag willen koken met de producten vanuit de toko's. En zo ben ik begonnen met tokologisch koken. Dat wil zeggen van we gebruiken de schatten van de toko's die eigenlijk niet heel erg bekend zijn. Ik vind het zelf heel leuk om een brug te slaan tussen de toko's en de menukaart die wij hebben. Zodat we de gasten bekend kunnen maken met producten die voor hun vaak heel vreemd zijn. Het tokologisch koken werkt heel goed in een stad zoals Rotterdam. Omdat we hier zoveel diversiteit hebben aan mensen, aan culturen, aan producten, aan sferen. Dat komt allemaal bij elkaar, waardoor we gewoon een hele mooie stad hebben.